Vraag aan Santino, Giel en ik een villa bouwen in één kleur in deze drie arena's. Oké, Giel, jij moet een villa bouwen in de kleur paars. En Santino, jij natuurlijk in de kleur groen. En ik in de kleur rood. Zijn jullie er klaar voor? Jazeker. Oké, we krijgen vanaf nu 15 minuten de tijd. En dan gaan we beginnen in 3, 2, 1, go. Succes, jongens. Oké, ik wil het natuurlijk wel even keihard gaan winnen. Dus ik heb alles nodig wat rood is. Laten we makkelijk beginnen. Laten we beginnen met rood concrete. En we moeten natuurlijk ook bricks hebben, want we moeten een huis bouwen. En ik heb best wel geluk dat ik dus bricks kan gebruiken, want die zijn natuurlijk rood. Oké, geen idee waar ik moet gaan beginnen. Ik ga het een beetje uit mijn hoofd doen. Dus laten we beginnen met gewoon maar even de voordeur. Nou, dit is echt een hele mooie voordeur. En dan pakken we natuurlijk ook een deur erbij. We gaan denk ik wel gewoon voor een normale kleurdeur. Ik denk dat dit wel mooi is. Zo. En we pakken natuurlijk ook even rood glas bij. En die gaan we hier neerzetten. Is dit mooier? Ik weet het niet. En als we dit pakken, is dit mooier? Nee, want dan kan je gewoon naar binnen kijken. Weet je wat? We doen het wel gewoon op deze manier. En het huis moet natuurlijk ook even verlichting hebben. Dus daarvoor hangen we deze neer en deze. En pakken we even een lantern erbij. Die is natuurlijk niet rood. Maar hey, dan hebben we in ieder geval de voorkant van het huis. Alleen we zijn echt nog lang niet klaar. Oké, laten we dit maar even afmaken. En dat doen we door middel van hier denk ik nog even een raampje maken. Ik denk dat dat wel leuk is. Dan pakken we even ster erbij. Of even kijken, welke gaan we gebruiken? Gaan we dit doen? Is dit mooi? Ik weet het niet. En dan zetten we daar natuurlijk ook weer een raam in. En ik denk dat dat hier ook wel mooi is om te doen trouwens op deze manier. Zo. Dit ziet er niet heel mooi uit. Maar maakt niet uit, oké. Zolang ik maar een mooier huis heb dan Santino en Giel. Oké, we pakken nog even een trapdoor erbij. En we pakken denk ik deze witte. En die kan ik dan hier neerzetten. En dan pakken we ook meteen een bloempotje. En kan ik die hier opzetten? Ja, zeker, dat kan. En dan pakken we natuurlijk ook een roze. Hoppakee. Dit is de voorkant van ons huis. En laat nu in de comments even een cijfer weten wat je van dit huis vindt. En vergeet ook zeker niet even te abonneren op mijn kanaal. Want ik kan zien dat jij nog niet geabonneerd bent, dus doe dat nu eventjes. Maar laten wij maar snel verder gaan met het huis. Kijk, we moeten natuurlijk ook een mooi dak hebben. En ik dacht dus dat dit wel mooi is om te doen, zo. Want dan krijgen we op deze manier een beetje een mooi puntdakje. Alleen kijk, hier moeten wij ook nog even wat doen. En hier zetten we een slab neer. Nou, dit begint er best wel mooi uit te zien. En ik weet wat je nu denkt, Jesse, dit is een heel smal huis. Maar dit is alleen nog maar de ingang. Wat wij nu even doen, we gaan even wit pakken. En we gaan de ingang gewoon even afmaken. Kijk, hier komen even muren, zo. En hier ook eventjes muurtjes. En dan nog even een rij muurtjes. En hier nog even een rij muurtjes. En dan kijk natuurlijk ook even een plafond erop. En dan maken we het dak af. En dan is in principe de ingang van het huis helemaal klaar. Alleen wat we nu moeten doen is de rest van het huis eraan vastmaken. En ik ga eerst gewoon even de basis maken. Zodat jullie ongeveer kunnen zien hoe groot het huis wordt. Want uiteindelijk wordt het best wel een groot huis. Het huis wordt namelijk zo groot in totaal. Oké, we beginnen hier gewoon even met de eerste verdieping. We gaan gewoon eerst even de buiten. De kant van het huis helemaal even mooi maken. En ik weet wat je nu zegt. Jesse, dit is niet heel veel rood. Maar er gaat uiteindelijk nog echt veel meer rood komen. En nu de buitenkant van het huis een beetje klaar is, kunnen we hier gaan beginnen met eindelijk even de decoratie. Want hier wil ik allemaal mooie ramen hebben. Zo. En dan vervolgens gaan we dat aan de zijkant wel gewoon even helemaal dicht maken. Want voor de zijkant heb ik straks gewoon een ander leuke reel. En dat ga ik jullie straks laten zien. Oké, aan de achterkant doen we precies hetzelfde. Dan ga ik ook weer diezelfde ramen neerzetten. En ik moet wel een beetje opschieten, want ik heb in totaal heb ik maar 15 minuten de tijd. Dus ik moet een beetje gaan haasten. Oké, ik denk dat dit wel mooi is. En dan vervolgens gaan we dit hier weer helemaal dicht maken. En dan is dit hoe het huis er op dit moment uitziet. En het is best wel lelijk nu. Oké, laten wij zo snel mogelijk maar even wat meer rood gaan toevoegen. Dus we doen hier even rode raampjes erin. Zo. Natuurlijk aan de andere kant moeten we ook die rode raampjes erin doen op deze manier. Hoppakee. En nu gaan we even werken aan wat details. Want dit ziet er niet heel mooi uit. Kijk, ik wil hier zo, dit hier moet even weg. Ik wil hier gewoon een mooi balkonnetje hebben. Dus kijk, dan vervangen we dit ook door bricks, want dit wordt namelijk de tweede verdieping. En de vloer van de tweede verdieping gaan we gewoon helemaal van bricks maken. Maar puur omdat ik even iets meer rood erin moet hebben. Of ga ik dit van red concrete maken? Is dat mooier? Ik weet het niet. Ik zit te twijfelen. Weet je wat? Ik doe het op deze manier. Ik heb eigenlijk veel te weinig tijd en ik ben dit helemaal uit mijn hoofd aan bouwen. Laat in de comments even weten of jij beter kan bouwen dan ik.
sick. Ik ben echt heel erg benieuwd. En nu de vloer erin zit, kan ik verder gaan aan de rest van het huis. Oké, kijk. Hier komen even twee hele mooie schuifdeuren te staan. Zo. Dan pakken wij natuurlijk weer het rode glas erbij. En kijk, we zetten hier even wat rood glas neer. Hier zo. En dan nog eentje er tegenaan. Je moet het gewoon een beetje zien als de balkondeuren. Alleen, heb ik dit wel een beetje slim gedaan? Ik weet het niet. We pakken in ieder geval even iron bars erbij. En die zet ik hier neer, zodat we niet naar beneden kunnen vallen. En hier hebben we dan vervolgens ons balkon. En om het natuurlijk nog iets mooier te maken, het is wel een andere kleur wit, maken we dit hierboven nog even op. En op zich, het begint er al best wel mooi uit te zien. Alleen ik ga heel snel even de muren van het huis maken. En dan kunnen we gaan beginnen aan het dak. En nu de muren klaar zijn, dan kunnen wij gaan beginnen aan het dak. En dat gaan we op deze manier doen. Natuurlijk wel met rood. Want op dit moment hebben we meer wit dan rood. En dat is niet echt bepaald de bedoeling. En ik moet zeggen, ik hoop dat het dak het huis een beetje gaat maken. Want ik vind het op dit moment niet heel erg mooi. Want dit is op dit moment hoe ons huis eruit ziet. Laat in de comments even weten welk cijfer jij op dit moment het huis geeft. Ik denk dat ik het, ik geef het een 6. Ik vind het nog wel een voldoende. Alleen heb ik zo'n idee dat dit dak best wel tijd in beslag gaat nemen. En dat ik niet echt heel slim hierover heb nagedacht. Want ik moet namelijk ook nog mijn interieur doen. En ik heb zo'n idee dat ik daar niet heel veel tijd voor heb. Nou, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd wat Santino en Giel hebben gemaakt. Alleen dat gaan we straks natuurlijk zien. Eerst moet ik even dit gigantische dak afmaken. En mijn dak is af. En dit is hoe het er op dit moment uitziet. En oh, dit is echt het lelijkste huis wat ik ooit heb gemaakt. Oh, ik heb zo'n idee dat ik dit niet ga winnen. Oké, we moeten dit nog even opvullen met wit. En dan denk ik dat de 15 minuten al voorbij zijn. Want ik heb op dit moment letterlijk nog maar 1 minuut. Oké, die moet ik echt heel snel gaan doen. Nee, ik ga nooit meer het interieur kunnen doen. Ik ben zo dom, hè. Oké, heel snel dit bouwen. De achterkant die is nog even open. De voorkant moet ik nog even iets mooier maken. Want kijk, hier moeten even raampjes komen. Zo. Daar zetten we natuurlijk meteen even rood glas in. En ik heb trapdoors nodig. Trapdoor, we pakken deze rode. Of nee, weet je wat, we pakken deze wel gewoon. Want ik heb verkeerd geklikt en de tijd is voorbij en dit is mijn huis geworden. Oké, jongens, de 15 minuten zijn voorbij en het is tijd om naar de huizen te kijken. Dus kom maar eerst naar mijn huis toe, ja? Dan laat ik die wel even snel zien. Oké, jongens, ik ga aftellen en als ik bij 0 ben, dan mogen jullie kijken, oké? Oké. 3, 2, 1, 0! Wat is dit dan? Ja, ik had jullie eigenlijk hier moeten neerzetten. Kom maar even naar de voorkant toe. Dit is mijn rode huis. Kom. Ik ga jullie een rondleiding geven, ja? Wacht even, Giel, is dit rood? Nou, we komen hier binnen en ik had hier geen tijd meer voor. Ik had hier geen tijd meer voor, oké? Nou, binnen gaan we niet meer kijken, maar ik ga buiten uitleggen wat ik wou doen. Kijk, is goed. Hiervoor wou ik een mooie ingang maken. Die heeft nog een beetje details. En hier een balkonnetje. Oké, ja, het is eigenlijk echt heel lelijk. Het is echt totaal niet wat ik in mijn hoofd had. Ik zie meer wit dan rood. Ja, dat wil ik net zeggen. Het ziet er echt rood uit. Dit is toch geen rood huis, Jesse? Jawel, het is een beetje rood. Maar welk cijfer geef jij het, Giel? Ik geef het een 5. Een 5? Zo, dat is wel heel laag, hoor. Santino, welk cijfer geef jij het? Zijn. Dat is iets hoger dan een 5. 5.1! Hey, dat is hoger dan die van Giel! Oké, nou, Santino, laten we maar naar jouw huis kijken. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Oké, jongens, 3, 2, 1, draai op, bam! Het is een beetje een jungle huis. Ja, dat ziet er wel vet uit. Maar jij hebt ook bruin, Santino. Ik zie meer bruin dan groen. Nou, ik zie veel meer groen dan bruin, hoor. Nee, ik niet. Ik niet. Deze is wel iets meer groen dan iets meer kleur gebruikt in ieder geval. Maar ik heb een garage bij. Heb jij interieur, Santino? Een garage? Ja, tuurlijk heb ik een garage erbij. Oké, maar waar is de auto dan, Santino? Die moest je ook bouwen. Ja, ik zat ook een beetje thuis in de Jesse. Maar, wat is er? Naar binnen gaan. Kijk. Je hebt ook geen interieur. Nee, dat had geen tijd meer. We hebben echt een te groot huis gebouwd, allebei. Ik vind het op zich wel mooi. En die bomen, die zijn ook groen. Giel, welk cijfer geef jij het huis van Santino? Ik geef het 6. Geef het een 5,9. Hoe kan dat nou? Ja, sorry, we hadden mijn interieur moeten doen. Ik heb ook een onvoldoende gekregen voor jou. Oké, Giel, we gaan naar jouw huis toe. Oké.
Oké, jongens, jullie mogen je omdraaien in 3, 2, 1. Kijk maar. Wow. Oh, oké, deze is wel helemaal paars, okay. Het is iets te paars of nee, zo. Kon je niet een beetje tekst... Een paars huis bouwen is een paars huis bouwen. Okay, ik ben de enige die zich goed aan de opdracht heeft gehouden. Maar het zwembad is blauw, waarom heb je geen paars zwembad? Ik wil een paarse kleurstof. Je hebt toch geen paars water in Minecraft? Jawel. Nee. Oké. Willen jullie een house tour of niet? Ja, ik wil een house tour. Kom maar op. Heb jij wel interieur of jij ook trap, niet? Een heel klein beetje. Ik had ook niet veel tijd meer. Heb je wel 3 bedden? Want dan kunnen we slapen. Nee, maar 2 bedden heb ik. Maar je hebt wel een mooie paarse bank. Dat is wel mooi. En een kleine keuken erbij. En dan hebben we hier natuurlijk hierboven. Oeh. Wat hebben we hierboven? Dit is weer de 2 bedden! Maar jij moet op de grond slapen. Heel erg leeg hoor, dat moet ik heel eerlijk toegeven. Ik weet het niet. Hij is wel mooi. Ik geef het een 7. Van buiten vind ik hem wel heel erg mooi. Ja, Let's go. Best wel mooi, ja. En jij, Sotilo, welk cijfer geef jij hem? Ik geef hem ook wel een 7. Oké. Ik denk dat dit wel mooi is, ja. Laat in de comments even weten wie jij denkt dat er heeft gewonnen. En dit was de video. Klik even op 1 van deze andere 2 video's. Want dan wil je zeker niet missen. En ze gaat elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1. Je moet nu klikken.